Deze beschouwing, daar ga ik het niet al te heftig in maken. Ik kan je prima luisteren voordat je gaat slapen. Ik heb wat leuke tips voor je. En het onderwerp is zuinig leven. <laughs> ik heb ontdekt dat dat kan. Ik sta ervan te kijken. Ik wist niet dat ik zo zuinig kon leven. En ik wil graag met jullie delen hoe ik dat nou voor elkaar krijg. Want dan kunnen jullie dat ook gaan doen. En kijk, eventjes reëel blijven. Elke euro die jij niet uitgeeft, die hoef jij niet te werken. Geld is tijd. En het werk wat ik nu doe, dat levert mij. Ik heb een bruto inkomen van 14 euro per uur of zo. Ah, het is geen vetpot. Ja. En ik wil per se niet 40 uur in de week werken. Dat, dat zou mijn lichaam denk ik ook niet kunnen verdragen. Want ik doe lichamelijk werk. Je Schoonmaken, je, bent, je, je loopt de godganse de tijd heen en weer. Je staat echt de hele tijd op je benen en, en lopen. En je hoeft niet te rennen, je hoeft niet te vliegen, het is ook geen stressbaan. En ja, het is wel doorwerken, want die toiletten die maken zichzelf niet schoon. En dan leer je wel in de loop der tijd om het sneller te doen en efficiënter te werken, maar dan nog... Ja. ja, het is wel aanpoten. Ja, gewoon rustig doorwerken, laat ik het zo zeggen. Maar je staat dus de hele tijd op je benen en je laat me en weer weer. Ja, veertig uur per week, dat echt niet. No way. Over mijn lijk. Nou, dan moet je genoegen nemen met minder geld. Schoonmaken, dat is ook niet iets van uh, 5000 in de maand of zo. Een euro netto, dat, dat kan niet. Hè? Ja, ga maar rekenen. Dik een tientje per uur en dan draai je in de week. Uh, ik, zou, uh, ik zit momenteel ingeschaald voor 26 uur in de week. Nee, 27. Vind ik eigenlijk een beetje veel. Maar goed. Maar dan je, heb je iets van de 1400, 1500, 1600 of zo. 1500 in de maand heb je dan. Dat is best veel geld voor mij. Heb ik eigenlijk niet nodig. Dat is ook een van de redenen waarom ik minder zou willen werken. Want ik heb dat geld niet nodig. Zo zuinig leef ik. En ik leef goed. Ik heb een flesje. Nou, één kamer is leeg. Dat is best een ruime kamer. Die is helemaal leeg. Er staat twee persoons bed in. Dus ja, als jij een keer in Arnhem wil overnachten... ja, nou, Arnhem heeft best een leuk centrum. Ik woon vlakbij het centrum. Dus als je denkt van... Nou, ik wil met mijn vriendin een keertje naar Arnhem... en dan gaan we lekker uit eten... en dan gaan we naar de bioscoop of weet ik wel wat... Ja, ik kan je precies vertellen waar de leuke tenten zitten. Om wat te gaan drinken. Om waar de goede restaurants zitten. Maar nou, een bioscoop, ja, als je dat leuk vindt. Maar er is een heel mooi park hier. Nou, je, kan, je kan wel een leuk middagje hier doorbrengen hoor, hier in Arnhem. En dan kan je hier overnachten. Ik zou het wel reëel vinden dat je daar iets voor betaalt, maar. Ja. Zorg ik ook dat je een ontbijtje hebt. Heb je bed en breakfast? Geen probleem. Ja, zo ruim zit ik. Dat is toch best wel ideaal. Nou, een toilet en een badkamer. En een klein keukentje. En ik woon in één grote kamer. Daar staat mijn bed en daar heb ik mijn bank. Waar ik mijn gasten kan ontvangen. En dat is, dan, ja, dat is wel erg praktisch. Een aantal kasten. Ik ben van alle gemakken voorzien, moet ik zeggen. Ik heb één kast met mijn kleren. Nee, in die reservekamer staat ook nog een kast. Daar heb ik dan kleren die ik niet of nauwelijks draag. Daar hangt ik nog een pak. Ik heb ik misschien zelfs nog wel een stropdas overgehouden. Uit mijn uh, de tijd dat ik nog in dure kleren liep. En nog wat andere spulletjes. Nee, ik woon hier prima. En om gelijk maar even in euro's te praten. Ik betaal aan huur nog geen 380 euro in de maand. Dat is niet duur. Door mijn dochter, die woont op een kamer. Die is nou, echt alleen maar een kamer met een gedeelde dinges en een gedeelde dat. Die betaalt dat al bijna ook. Dus nou, dan zit ik er echt niet duur. En dan woon ik midden in de stad. Um, ja, even dan beginnen met het goedkope leven. Ik woon in een flat. En dat is goedkoop qua verwarming. Want je, dan woon je bovenop elkaar. En ik zit dus niet met mijn vloer op de koude grond. Snap je? Er zitten twee luchtlagen tussen. Want beneden mij woont Ellen. En daaronder woont dat stel. En die vrouw die komt uit Hongarije of zo. Dat is een bejaard stel. Ja, die stoken. En die schiet daar bovenop. En ik heb hier de kachel. Toevallig vanmorgen heb ik hem even aangehad. Nou, dan laat ik hem een half uurtje blazen en dan doe ik hem weer uit. En is weer mooi geweest voor de rest van de dag. Want mijn benedenbuf is niet thuis. Ik kan ook horen dat ze niet thuis is. Ze is wel gehoorig hier, dat dan wel. Maar goed, dat hoort erbij. De charme van het wonen, vind ik dat hoor. Kijk, en zo'n 380 euro, dat is de overziena. En dan mijn stroomrekening en gasrekening. Ja, dat is uh, iets meer dan 20 euro in de maand. Waarvan dus de overheid eventjes uh, de helft, nee, de meer dan de helft inpikte. Ik zag dat laatst op een afrekening die ik kreeg van mijn energiemaatschappij. Hoeveel de overheid even inpikt van het geld wat ik aan mijn energiemaatschappij betaal. Stelletje achterbaksen. Nou, nah, ik vind het echt schandalig. Waar halen ze het lef vandaan? Ik leef hartstikke zuinig. En dan nog hebben ze het gore lef om mij maandelijks. Iets van 16 euro uit de zak te troggelen. omdat ik energie verbruik. Je zou ze persoonlijk wurgen met je blote handen. Welk tuig heeft dat besloten dat dat mocht? Om mensen zoals ik, mannen van een 60 jaar. die hartstikke zuinig leven. en die ga je dan eventjes elke maand. 16 euro uit de zak kloppen. Want anders word je uit je huis gezet. Nee, ik vind het schandalig. Het is wel erg goed dat ik, dus nu op dit niveau leef, dat ik kan zien wat mensen wordt aangedaan. Dit hoort een overheid helemaal niet te doen. Als de overheid vindt dat er in Nederland te veel energie wordt verbruikt. Dan moeten ze de grootverbruikers aanpakken. En niet de kleintjes. En als ik dan zie op mijn energiestaat van de Nuon dat ik korting kan krijgen, ook op mijn overheidsbelasting, als ik maar meer dan 10.000 kWh per jaar afneem, dan uh, is dat niet echt een goed signaal naar de grootverbruiker toe. Vind je wel? Dus de belasting per kWh wordt minder. Als je meer energie verbruikt. De belasting wordt minder als je meer energie afneemt. Dat is de Nederlandse overheid. Als je er zuiver over nadenkt, dan denk je: ja, tegen de muur. Stuk voor stuk. Het is schandalig wat ze doen. Om mijn bevolkingsgroep uh, zo te pakken. Maar goed, ik kan er uh, voorlopig niks aan doen. Ik kan het tegen jullie zeggen dat het schandalig is. En ik kan jullie motiveren om het op verjaardagen en andere bijeenkomsten van familie en zo te vertellen. wat voor drama zich afspeelt. Daar in Arnhem op de Rode waar Perry woont. En niet alleen daar, maar op allerlei plekken waar mensen wonen, zoals Perry. En die worden iedere maand beroofd van 16 euro. Als ze dus heel weinig energie verbruiken. Want ik zou niet weten hoe ik met minder dan 100 kWh in de maand... hoe ik de maand door kan komen. Ik heb toch echt 3, 4 kWh per dag verbruik ik? Dat kan niet anders. Je moet toch een wasmachine draaien? Wat is dat nou? Moet ik op de hand gaan wassen? En ik heb toch een wasdroger nodig? Hoe moet ik mijn kleren anders droog krijgen? Hier in huis gaan drogen? En waar moet dat vocht dan blijven? Dan wordt mijn hele woning wat klam. Ja! Ik kan mijn was toch niet buiten hangen? Muts. Is dat het land niet voor? Dat kan in Spanje, kan dat. Frankrijk. Maar hier in Nederland niet. Hier regent het de godganse tijd. Of het gaat regenen of het heeft net geregend. Er is een klam buiten. Je kan je buiten niet drogen. Ja, als je een boerderij hebt met een droogzolder. Ah, 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 ah. En dan mij nog een keer pakken. Ja, 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 ja. Ja, want anders leert hij het nooit hoor. En een grof schandaal. Maar goed, het zuinige leven. Kijk, mijn energieverbruik is heel minimaal. Ik heb de hele dag door. heb ik een werklamp aan bij mijn werkplek. En dat is dan zo'n heel super tof lampje. Die kan je niet eens in de supermarkt een nieuw kopen. Dan moet ik dus. Ja, Dat moet je of via internet bestellen. Maar ik heb een winkel hier in Arnhem die verkoopt ze ook. Het zijn niet heel goedkoop die lampen. Maar ze gaan wel. Ja, ik heb die lamp gekocht. Iets meer dan tien jaar geleden. En twee jaar geleden heb ik voor het eerst een nieuwe moeten kopen. Een nieuw lampje dus. Door die armatuur, die, die gaat niet kapot. Het is een soort TL-balkje. Heel weinig energie. En lekker veel licht. Mooi licht. In mijn keuken heb ik zo'n spaarlamp. En die heb ik gratis gekregen van mijn energiemaatschappij. Vond ik wel grappig. Op zich vind ik dat spaarlampen. LED, dat was een ledlamp. Ik vind ik niet zo lekker licht. Maar in de keuken. Kom op. In mijn woonkamer moet ik het niet hoor. In mijn woonkamer wil ik niet zo'n ledlamp. Liever niet. En bij mijn bank heb ik dan maar gezellige lampjes. Dat zijn gloeilampjes van heel weinig wat. Ja, die heb ik daarna als de visite is. Maar dat brandt niet zo vaak. En voor de rest is denk ik mijn hoofdenergieverbruik. dat zijn mijn computers. En daar heb ik er wel één, twee. 3, 4, 5 van draaien. Dus vijf computers. Ja, dat is denk ik mijn hoofdenergieverbruik. Want die vijf computers samen trekken, denk ik wel zo'n nou, zo 300 watt bij elkaar. Hoor. Nou, misschien iets minder. Nou, ik denk wel iets minder. Misschien 200 watt. Ja, en dat is dan mijn hoofdenergieverbruik, 200 watt. En ja, dat is dan wel uh, overdag en s nachts. Dat dan wel. Maar goed, je mag er wel wat verbruiken. Is dat nou? Nou, is het dan? Nou, je hebt je gezondheidskostenverzekering. Daar kan je ook niet veel aan doen. En daar heb ik dan een vrij goedkope. Gekozen voor 140 euro in de maand. Want dan ben ik iets meer verzekerd. Dan heb ik fysiotherapie erbij. En ik denk dat ik dat toch nodig heb. Maar bijvoorbeeld een nieuwe bril of zo. Ja, dat ga ik me niet voor verzekeren. Dat is mij veel te duur. Ik denk dat ik dat heel slim ga doen. Dat ik ben natuurlijk ongelooflijk zuinig op mijn brillen en over, een, ja, over twee jaar of zo moet ik wel aan de nieuwe bril. En dan ga ik denk ik eventjes een jaar lang mij verzekeren voor een bril. <laughs> en dan zeg ik die verzekering weer op. Maar dan nog krijg ik mijn bril niet vergoed. Niet volledig. Dat wordt zelf betalen voor drie kwart of zo. Omdat mijn oogafwijking nogal ernstig is. Ach ja, dat zien we dan wel weer. Nou, wat heb ik nog meer aan kosten? Oh ja, hele belangrijke. Ik doe geen tv. Moet jij ook niet doen. Het is weggegooid geld. Kost je al gauw een paar tientjes in de maand. En dat is weggegooid geld. Dat moet je niet doen. Je hebt er helemaal niks aan. De kwaliteit van de tv-programma's is zo enorm afgenomen. Dat als jij de TV aanzet en je gaat je niet dood ergeren zoals ik. dan is er iets mis met je hersensysteem en dan moet je daar toch aan gaan werken. Nou, dus als je wel fatsoenlijk werkende hersens hebt, zoals ik. Dan, en je kijkt TV, dan ga je alleen maar dood ergeren. En waarom zou je betalen om je ergens dood aan te ergeren? Oh, maar er zijn ook leuke programma's. Nou, daar mag jij me dan een lijstje van sturen, maar ik zou het echt niet weten. Ja, de, de tv, de jongens en meisjes van de tv, die zwijgen in alle talen over de daadwerkelijke ernstige issues. Zoals de aanslagen van 11 september. En het feit dat de NOS-tv en de NOS-radio, voor weten ze toen, NPO of zo. Hoe ze daarover gelogen hebben en die fabel in de rond hebben gestrooid over Osama bin Laden met een tulband op zijn hoofd en een kromswaard gezeten op een kameel heeft die twee twin towers in Amerika in stof doen veranderen. En wij geloven dat allemaal, want de NPO of de NTS of de NPS die heeft het gezegd. De doodstraf verdienen die mensen. Onder Mosaïsche wetten niet volgens het christendom, maar als Mozes, als als, 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 ik ga helemaal stotteren, Mozes had gezegd, doden. Dat had Mozes gezegd. Afslachten, had Mozes gezegd. Alles, voor de hele familie zou het de, iedereen van de NPO, NTS, dat is wat ik dan denk. Hè? Ja, in Mozes' tijd had je geen TV, maar Mozes had gezegd: iedereen die betrokken is bij de media. en die gelogen heeft over die Osama Bin Laden-toestand. iedereen afslachten. Iedereen die ermee te maken heeft: kinderen, vrouwen, de hond, alles. De poes. Hebben ze een aquarium in de woning staan? Huppakee. Baksteen tegen dat aquarium aan. En die vissen ook allemaal dood. Alles dood. Dat. dat had Mozes gezegd. De, die strijd in Numeri 31: dat ging tegen de Midianieten. Iets wat heel veel uh, bijbelcritici zeggen. Nou, dat vind ik echt niet aardig, hoor. Van de Bijbel. Dit had je dus de Midianite. En het was ongelooflijk tuig. En, en die vrouwen gingen allemaal vreemd. En hele samenlevingen brachten ze ten val. En zo. En uh, Mozes ging er moeilijk over doen. En die zei: uh, afslachten. Ja, dat, dat vinden die niet-Bijbelgelovende uh, mensen. die bijbelcritici allemaal heel problematisch. Van ja, van Mozes is ons gedrag niet acceptabel. Ja, en die mensen vergeten even dat hun gedrag niet acceptabel is. Dus of Mozes dat dan laat afslachten of niet. Het feit blijft, blijft dat het gedrag van die Midianieten. het is niet acceptabel. Dat was toen niet acceptabel en het is nu ook niet acceptabel. Dus nou, daar moet er mee ingegrepen worden. En wij hebben nu niet de mi-dianieten. Nee, wij hebben de medianieten. Nou, afslachten die handel. Zou Mozes zeggen? Ik zeg niet dat ik dat zeg. Ik zeg alleen dat Mozes dat zou zeggen. We leven nu in andere tijden. Dus uh, nu doen we dat niet meer. We leven nu in de tijd van het christendom. Dus dat ga ik dan maar even vanuit: dat het heengaan van onze Heer nog ergens toe zin heeft gehad. Nee, een tv je moet je opzeggen. Nou, dan scheelt je toch tientjes. En ik zit dan. Uh, ik heb wel internet. En uh, daar betaal ik dan voor. Uh, ik heb nu dan een kortingsding, maar dat is straks afgelopen. En dan ga ik over uh, drie tientjes. Dan heb ik internet. Dat zit. Dus je kan zeggen bij mijn huur, die dan bijna. Nee, mijn huur is 380. hè? Nou, dan komt dan zeg maar, iets van: de, daar komt dan 25% elektra en gas komt erbij en 30% aan internet. Zeg maar 60 bij elkaar ruim gemeten. Zo. Nou, en daarbovenop, de 140 euro heb ik dan afgesproken nu voor mijn gezondheidskostenverzekering. Nou, dan zit ik alles bij elkaar. En 600, nog iets. Wat heb ik dan nog meer aan kosten? Even mijn dingetje erbij pakken. Ik heb zo'n lijstje gemaakt. Dat je, moet je ook doen. Als je zuinig wil gaan leven, even een overzichtje maken van je maandlasten. En checken op je bankrekening wat er allemaal maandelijks wordt afgeschreven. Oh ja, water. Dat kost mij 18 euro in de maand. En ja, dan heb ik nog een deelauto. Die kost mij twee tientjes in de maand. Ah. Klaar. En wat krijg ik dan binnen? Als ik dus. Uh... Ik ga nou binnenkrijgen met die 26 uur gaat er bij mij binnenstromen uh, 1400 nog wat netto en dan 200 nog wat aan toeslagen. Dan heb ik 1681 euro in de maand wat binnenkomt. Dat is bizar man. En dan moet je weten dat ik momenteel leef van 50 euro in de week. Wauw. Dus ik kan sparen. En ik leef helemaal niet uh, vervelend of zo. Ik, mijn dochter had ik hier afgelopen maandag te eten. En toen hebben wij gegeten een lekkere curry. En daar heb ik de volgende dag ook nog van gegeten. Daar heb ik drie maaltijden uit uh, gepeuterd. Eén keer koken, drie keer eten. Nou, wat hebben we nou gebruikt? Ik heb op de markt twee paprika's gekocht. Dat was 2,50. Best wel duur, maar het waren wel mooie grote paprika's. Ik heb er een ui bij gebruikt en een knoflook. Nou, die kosten tel ik me even niet. dubbeltjes werk natuurlijk. Ik had een hele grote, heel groot pak kokosmelk gehaald. Dat was de allergoedkoopste kokosmelk bij de Toko hier in Arnhem. Dat was 1,80 euro voor een liter. Wat heb ik ervan gebruikt? Misschien 300 milliliter of zo. Dus 60 cent aan kokosmelk. Dus we hebben nu uh, 2,40 euro plus die 60 cent kokos, 3,10 euro. Ik heb er koolvis bij gebruikt. Dat is 1,80. dat is 93, dat is 94. En we uh, oh ja, pepertjes. Nou ja, de, de 60 cent of zo. En die kruiden er nog bij. Zeg maar 6,50. Ik denk 6,50 was ik kwijt. Alles bij elkaar. Misschien 7 euro. Oh, 7 euro, 3 eh, maaltijden. Ah, Dat is uh, 2,20, 30 euro per persoon. Voor een warme maaltijd. En bijzonder smakelijk. Mijn dochter die vond het erg lekker. Wel, ze het is wel een beetje heet, maar daar moet ze maar aan wennen. Ja, dat gaat goed. En dan voor de rest, ja, kook ik uh, bulk. Omdat ik geen zin heb om elke dag te koken. En ik weet precies wat ik zelf lekker vind. En ik heb zo'n hele grote pan gekregen van mijn tante. En daar kan ik heerlijk uh, stoofgerechten in maken. En ik maak de godkans uit stoofgerechten... Stoofgerechten of chili con carne. En dan kook ik een hele grote berg. En dan heb ik van die plastic bakken. En dan doe ik het allemaal in. En dan stop ik lekker in de koelkast. En elke dag uh, ja, heb ik warm eten. En echt genoeg hoor. En dan eet ik dus... Wat ik, wat ik vandaag heb gedaan. Dan ben ik een eindje bezig lopen. Ging ik naar zo'n uh, zo Turkse winkel. Ik denk dat het Turken zijn. Heb je achterin zo'n slagerij. En voor de rest kan je daar van alles kopen. En die ging alleen maar voor de slagerij. En dan hebben ze kippenlevertjes, kippenhartjes, kippenmaagjes, kippenpoten, kipfilet, lamsvlees, allerlei smaken. En geit. Ja. Heb ik een pond uh, geit gehaald. En uh, kipfilet heb ik gehaald. En kippenpoten heb ik gehaald. En een zak met kippenmaagjes en kippenhaartjes. En uit de schap, uit de schap heb ik nog een pak van die verpakte soetsjoek. Zie je, dat zijn Turken. Soetsjoek van die knoflookworst. Uh, ook gepakt. Alles bij elkaar had ik voor, ja, ik moet niet geen veganist zijn, maar had ik voor 2,7 kilo vlees. Want voor de grap heb ik het even gewogen toen ik hier thuis was. 2,7 kilo vlees. En ik heb betaald 12,44 euro. Dat is nog geen 5 euro voor een kilo vlees. Een kilo vlees, daar, ja, ik hoef niet meer op een dag te eten dan 70 gram vlees. 80 gram of zo, daar heb ik dan weer genoeg aan. Want bij mijn vlees eet ik ook tomaten... en eet ik rijst en uh, al die dingen. Hè? Maar gewoon een beetje vlees. Mijn dokter heeft tegen mijn dokter, hè, de huisarts, het, zei tegen mij... van ja, ik had bloedonderzoek zieken... daar had hij gezegd van laat even bloed, bloed prikken. En hij zei ja, uh, je hebt een beetje weinig ijzer in je bloed... en uh, uh, eet maar wat meer vlees, zei hij. Ja, doe ik nog maar. Ja, het is de dokter dus. <laughs> en ik vind het niet erg. Maar dan moet je nagaan. Dan is dus mijn vleesconsumptie. Stel dat ik een ons per dag aan vlees zou eten. Ja, dan eet ik dus voor uh, 46 cent vlees per dag. Ja, maar dat is goedkoop. Snap je? En dan kan ik het wel redden hoor, van 50 euro in de week. En dan ook nog kwam ik met Albert Heijn om bonen in te slaan. En er waren daar de spersiebonen in de aanbieding. Of wil ik zeggen, ze waren altijd al goedkoop geprijsd van een bepaald merk wat ze dan hebben. En dat zijn nou, best goede bonen, zijn gewoon spersjebonen, niks bijzonders en er zat dus een sticker op met 35% korting haalde ik daar uh, een pot van een liter speciebonen gebroken ja, dat is dan de goedkoopste dan dus hè? maar dat maakt er niet uit dat het gebroken bonen zijn maakt mij niet uit zelden om de voedingsmiddelen die erin zitten nou dan was een pot van een liter 58 eurocent ja maar in zo'n uitgelekt is dat 800 gram aan bonen. Ja. Daar kan ik had drie dagen van eten. Voor 58 eurocent. Dan heb je alleen die bonen, maar dat vlees erbij, dat is ook maar heel weinig. En, hè? Dus ik ga morgen. Ga ik lekker de keuken in. En, en dan ga ik weer even heerlijk tekeer. En ik ga een zalige stoofdingenspot maken. Met harissa. Ik vind dat lekker kruiden. Maar ah, harissa gebruiken en knoflook. En tomaat en alles. En dan gaat die geit die gaat erin. En die kippenmaagjes doe ik er denk ik ook bij. Dat is best wel lekker. Een enorme bak rijst. Spersiebonen. <laughs> dan hebben we weer vier dagen van eten, man. En ik vind het erg leuk om zo lekker goedkoop te doen. En dan zag ik nog een andere uh, op internet. Wordt er nu gezegd dat de ondersteuning op Windows 7... Die wordt nu beëindigd en Windows 10 moet iedereen, iedereen gaan gebruiken. En dan wordt er gesproken over 45 euro. Nou, daarvan kan ik tegen jullie zeggen: dat is weggegooid geld. Dat moet je niet willen. Punt 1: je moet niet de godganse tijd met je computer bezig zijn. De computer moet je gebruiken voor dat waar die voor nodig is. En dat is communicatie. Dus wat moet je nu doen met een computer? Nou, je moet uh, je moet kunnen browsen, heet dat? Dus HTTP dubbele punt schuine streep schuine streep en dan uh, www.kanemi.nl of zo om te kijken wat voor het wordt. Hè? Nou, dat moet je kunnen. Je moet een e-mail kunnen ontvangen en een e-mail kunnen versturen. En het is fijn als je er een document op kan aanmaken wat je ook kan printen. En dan superleuk wordt het als je ook nog een document kan scannen. Maar dan zitten we alweer een gaatje verder. Want scannen, dat kan je ook doen ergens bij zo'n bedrijfje. Zo vaak hoef je niet te scannen. Ik heb hier in huis heb ik een scanner, maar... Dan heb je niet echt nodig. Oh ja, en een printer: dat is ook zoiets als we het over zuinig hebben. Hè? Uh, denk eens aan een laserprinter, AUB. Iedereen heeft zo'n inkjetprinter, want die kunnen dan in kleur printen. Maar punt 1, die kleuren die slaan helemaal nergens op. En punt 2, uh, die inktcartridges zijn de godganse tijd leeg. En punt drie, die inktcartridges, die zijn hartstikke duur. En heb je wel van die inktstationnetjes, meestal door buitenlandse mensen gerund, en daar kan je nog relatief goedkoop inktpatronen kopen, maar daarin kan je al zien dat daar dus een enorme marge op zit, want anders bestaan die winkeltjes niet. Terwijl het alternatief zo simpel is, en dat heet een laserwriter, zo'n printer is een stukje duurder dan een inktjetprinter. En ze gaan veel langer mee. En een cartridge. Maar een cartridge kost je dan wel 50 euro of zo. Maar die cartridge, daar kan je honderden printjes mee maken. Tja. Dus een LaserWriter is echt aan te bevelen. En het is dan weliswaar alleen maar zwart-wit. Maar we maken hem nou uit waar heb jij nou een kleurenprinter van nodig? Als je zo graag iets wil hebben met een kleurtje, nou, dan maak je een printje in zwart-wit. vervolgens heb je bij de, de action of zo heb je leuke kleurenstiften gekocht en dan ga je hem inkleuren. Dan doe je nog eens wat met je vrije tijd? Ja, maar door die kleuren uit zijn inkjetprinter, het is echt een abominabele kwaliteit. En foto's ermee printen moet je al helemaal niet doen, dat slaat nergens op. En je hebt het niet nodig. En dan even terug naar die, die computerdingen. Kijk, Windows 95. 45, Windows nee, sorry, Windows 10. 45 euro. Ja, dat is maar een keuze. Waarom zou je dat doen? Je haalt, je haalt tegenwoordig van internet... haal je een operating system af... en het is echt niet zo moeilijk te doen... Wat je nodig hebt is iemand met een computer. En die moet een station hebben eraan dat je een CD kan beschrijven. Het hoeft niet eens een DVD te zijn. Uh, een CD moet je kunnen beschrijven. Je moet een CD kunnen branden. That's it. Nou, en dan ga je naar www. Nou, dan moet je even in de rondte zoeken. En de trefwoorden, dat zijn, uh, dat is Linux en Ubuntu en Mint. M I N T. Je kan ook even kijken bij gebruikersclubs, of dat er iemand bij jou in de buurt is die dat wel kent, die bij Linux en Ubuntu en Mint zegt, oh, dat weet ik wel wat je bedoelt. Zo iemand kan je ook even benaderen. En dan download je zo'n operating system, dat is één groot bestand, dan noemen ze dat een ISO-file, die zet je op die CD-ROM. Die brand je op die CD-ROM. Dan neem je een willekeurige computer, daar doe je dat ding in, je zorgt ervoor dat die computer opstart vanaf die CD-ROM, dat kan, dan gaat hij niet opstarten van je harde schijf, maar dan gebruikt hij die CD-ROM om op te starten. Dan start hij niet zo snel op, maar dat maakt niet uit. En dan is die één keer opgestart en dan krijg je een minuutje. En op dat minuutje kan je dan aangeven dat je dat operating system wil hebben op die computer zelf. En dan moet je nog wat klikken en dan moet je een naam intypen. Dan moet je een wachtwoord verzinnen. En... Ja. En dan staat het erop. En dan kan je die cd, die kan je in de kast doen. Die heb je nooit meer nodig, maar die kan je voor het geval bewaren. Dan doe je er een stikkertje op van... Uh, Doe je die in je grote boek van Sinterklaas. Je hoeft hem niet weg te gooien. Je kan hem nergens anders voor gebruiken, want hij is gebrand. Maar je kan hem geven aan je neefje. En jij hebt dan een volledig werkende computer. Zonder Windows, zonder toestanden. En als je dan software wil, alle software, zo'n beetje alle software, voor dat type operating system. Dus Linux, Ubuntu, Mint. Dat zijn de trefwoorden. Hè? Er zijn heel veel variaties op. Je hebt ook Debian en je hebt heb je ook nog zo'n leuke die heet Slackware. Heb je ook nog. Helemaal bijzonder. En dan hoef je, een, ja, als je dan een nieuwe software wil, dan zit daar een ingebouwd programmaatje. En dan kan je de wereld aan programmaatjes en spelletjes kan je allemaal downloaden. Kost allemaal niks. En omdat het gebaseerd is op Unix en Unix is een operating system ontworpen door mensen die daar verstand van hebben. Dus het zit erg goed in elkaar. MS-DOS is ontworpen door een hobbyist. En dat zat uh, kinderachtig in elkaar. Uh, die firma die dat heeft gekocht. Of ja, Bill Gates heeft het dan gekocht van een klasgenoot. En die is daar dan een grote sier mee gaan maken. Maar dat is een enorm drama geworden. En ik heb het idee dat ze nu met Windows 10 zo ver zijn dat ze de ergste problemen overwonnen hebben. En dat het nu ergens op gaat lijken. Maar we zullen het nog moeten zien. Hoor. En Unix, dat, ja, dat draait al sinds de begin jaren 60. En er wordt wel aan gesleuteld, er wordt wel aan verbeterd. Maar dat gaat heel langzaam. En iets als een computervirus, dat kan onder Unix helemaal niet. Het, ja, nou, Mensen zullen zeggen, ja, nee, maar ze hebben het, anders. Ja, het zou misschien wel kunnen, maar het kan niet op die manier zoals het met Windows wel kan. Dat Unix dat zit zo in elkaar dat de interne beveiliging dermate strikt is dat het bij tijd en wijlen zelfs irritant is. Dus de, ja, dan zeg ik het goed. Je hebt er dus zelf soms last van. Ik zou ook zeer zeker je wachtwoord en dat soort dingen bij Unix en zo goed onthouden. Want als je dat wachtwoord kwijt bent, ja, je kan echt helemaal niks meer. Je kan er geen software meer op installeren bijvoorbeeld. Dan ben je mooi het bokje. Zo veilig is het. Dus je kan een Unix-machine rustig aansluiten op internet. Ja. Je hoeft niet bang te zijn voor virussen. Dat is toch fijn, of niet? En het is helemaal gratis. En er is dus ook alle software die je erop wil laten draaien. En dan de meeste hotte nieuwe games en zo. Ja, dat zou je er niet op vinden. Dat... Als je dat soort dingen wil, dan ja. Maar dan is het je hobby. En dat is dan een ander verhaal. En... Ja, dan moet je maar een lekkere hobbycomputer kopen. Met een extra vette videokaart. Maar gewoon voor jou als mens om te leven. is zo'n computer is goed genoeg. En dan zie ik nu ook op internet. want ik ben zelf op zoek naar een nieuwe computer. voor in mijn netwerk. En dat moet een beetje een bijzonder ding zijn. En ik heb zo'n hele lijstje. zal ik nou niet gaan opdreunen. Maar wat ik dan wil wat erin zit. En wat nou blijkt. Dat is ook logisch. dat op de zakelijke markt. Daar heb je natuurlijk heel vaak dat bedrijven de computers gaan vernieuwen. En dan die oudjes, die worden niet weggegooid, maar die worden dan opgekocht. En ik heb een, dat is de, de man van mijn nicht. En hij werkt in die business dat ze die computers helemaal slopen. Maar wat ook kan, is dat ze die computers die nog enigszins een beetje wat doen, die worden opgeknapt. Refurbished heet dat bij de mooi woord. Gerefurbished. Lelijke term. Dus, uh, maar je moet zeggen opgeknapt. Maar dat staat me niet zo chic. Nou, die worden met de stofzuiger <laughs> even schoongemaakt of zo. Misschien een voeding vervangen of een travootje of ik weet het niet. Wat. Nou, en die dingen die kosten uh, bijna geen rol. Heb je 100, 200 euro, heb je een computer. Dat is een computer goed genoeg om dat Linux, Ubuntu, Minux, uh, Mi, Mint te draaien, sorry, Mint. Of iets wat daarop lijkt, hè. dat is goed genoeg om dat te draaien. Heb je geen laptop, maar die heb je gewoon niet nodig. Toch? Heb je nou een laptop voor nodig, hoor. Ga dat weg. En dan een leuk toetsenbordje erbij, een beeldschermje en dan ben ik klaar. Dus je hardware voor een computer, ja, nu als je 200 euro uitgeeft, ben je denk ik helemaal klaar. En dat ding gaat, nou, die moet vijf jaar mee kunnen. Als je gaat werken met Unix en zo, hè, dan gaat die vijf jaar mee. Nou, je hebt het over 200 euro, vijf jaar, dat is, dat is 40 euro per jaar. Dat is minder dan 4 euro in de maand. Ja, yeah. maar dat kan jij wel betalen. Snap je? Dat opent toch mogelijkheden. En zoals het er nu uitziet. Ik heb nog een akkefietje met de belastingdienst. En die, die willen nog geld. Ik weet ook niet precies hoeveel. En misschien valt het mee. En, uh, ik ben niet stout geweest of zo. Ik heb niet gefraudeerd. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar ik heb me niet echt aan de regels gehouden. Ik heb verder de overheid niet opgelicht of zo. Maar ze willen misschien wat geld van mij. Misschien is dat zo. Dus uh, momenteel heb ik dan een loonbeslag. Dus er wordt alles boven de 1082 euro wordt door hun ingepikt. Maar ik heb je net verteld hoe ik leef. En als de overheid 1082 van me inpikt, dan nog steeds krijg ik mijn zorgtoeslag. Dus dan heb ik nog steeds netto in de maand iets van 1200, misschien wel 1300 euro of zo. Ja, kan ik nog steeds sparen. En dat is het allerbelangrijkste voor jou als mens ook, om zuinig te leven, is dat je spaart. Dat is erg belangrijk, want als je niet spaart en je wasmachine gaat kapot. Of er gebeurt iets anders vervelends, of whatever. En je komt dan in een situatie dat je moet gaan lenen. En dan ben je de bok, want dat gaat geld kosten. Dus altijd zorgen dat je spaart. Elke maand wat opzij. Uh, ja, en als je dan heel veel gespaard hebt, je denkt, jeetje, wat een nou hoop spaargeld. Dan ga je een keer gek op vakantie. Dan ga je wat anders idioots doen. Of nog beter, als je, dat is helemaal een goed idee, als je lekker veel gespaard hebt. En je hebt een baas die daar wel voor in is. Dat je tegen je baas kan zeggen, van, wat zou je ervan vinden dat ik drie maanden onbetaald verlof neem? Als je baas daar niet moeilijk over doet, nou, dan ga je een paar maanden leven van je spaargeld. Dan ga je het leven een keer van de andere kant bekijken. Nou, ik goed beseffen dat dit praatje van mij over het zo goedkoop mogelijk leven dat daar ook een achtergrond bij zit met het feit dat in Nederland, met onze regering, dat is een misdadige club. Dat zijn randcriminelen. Nou, nee, laat het woord rand maar weg. Dat zijn criminele mensen. Met slechte bedoelingen. En ze willen de, de hele Nederlandse samenleving aan de bedelstaf. En het is de allerhoogste tijd voor jou als weldenkend mens om je te gaan onthechten van die roversbende. En het heeft geen zin om hier in Nederland. Uh, uh, ja, een huis te gaan kopen. En een duppeltje een voorziening af te sluiten. En dan gaan we dit doen. Dan gaan we dat doen. En zo en zo. En dan koop ik die auto en dan krijg ik milieu extra vergoeding. Je wordt er alleen maar diep en diep ongelukkig van. Hè, beter ga jij je afvragen waar jouw leven dan eigenlijk om gaat. Hè, die aanslagen van 11 september. Daarbij heeft de Amerikaanse regering twee, nou nee, die twee torens op WTC, Wereldhandelscentrum, uh, World Trade Center, Wereldhandelscentrum. Die twee torens, dat weten wij allemaal. Hè? Maar dat was niet het enige. Je hebt WTC 1 en WTC 2. Dat zijn die twee lange jongens. Die hebben wij in stof zien veranderen. Heel raar. Dat een stalen gebouw van meer dan 400 meter hoog in één in stof verandert. Ik heb dat in mijn dagelijks leven eigenlijk nooit hoor. Omdat ik denk: Goh. Uh, dan loop ik helemaal naar Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin. En, dan, uh, en daar staat de deelauto. En dan doe ik zo uh, mijn sleuteltje zo in de, in de deur van de portier waar de bestuurder zit. En dan doe ik zo de sleuteltje naar rechts, want dan gaat die open. En dan poef, dan verandert de, de Mitsubishi in één in stof. Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. Ook nooit bij Wim in de buurt, hè, dat er een auto, die zijn ook van staal, hè, dat auto's in stof veranderden. Ook, ook huizen bij Wim in de buurt, huizen bij mij in de buurt, hier in Arnhem, nog nooit een huis in stof veranderd. Het enige waar een, een complex ooit in stof is veranderd, dat was daar in New York en dan alleen op 11 september. Heel vreemd. Maar WTC 1 en WTC 2 die veranderen in stof. Maar WTC 3 en WTC 4 en WTC 5 en WTC 6 en WTC 7. Daar is ook niks van over. En die gebouwen zijn helemaal niet geraakt door een vliegtuig. En de Amerikaanse regering die doet dat. Die weet dat er Amerikaanse burgers bij om gaan komen. En die doen het toch. Tja. En onze regering, die weet dat de Amerikaanse regering dat zelf heeft gedaan. En die nemen klakkeloos dat verhaal over dat het een, uh, een man was met een baard uit een woestijn en die riep Allahu Akbar en toen veranderde de storens in stof. Als onze politici. Dat is het tuig van de regel. Dat is het aller, allerlaagste wat je als mensheid kan verzinnen. Ja. Die mensen zijn het leven niet waard. Ze laat het gezegd zijn. En laten jullie dat vooral goed begrijpen. En ga heel zuinig leven. En zorg voor spaargeld. En een gedachte erbij is: uh, je kan sparen bij de banken. Dat kan u ook nog. En je kan ook sparen. Uh, buiten Nederland. Met goudrekeningen. Dus dan maak je geld over. En dan gaan mensen namens jou. die gaan goud kopen. En dat goud is dan op papier van jou. Dan, dat is een soort. ik kan zeggen, dat is een belegging. Maar het werkt via een creditcard systeem. Het zijn uh, goud. is een debit card, is het dan? En dat zijn van die kaartjes, van die plastic kaartjes. Die zijn gedekt met goud. En er zijn meerdere aanbieders van dat product. En ik zou je adviseren om je daar eens in te verdiepen, om daar dan in te beleggen. Want je weet niet hoe het af gaat lopen met die Nederlandse banken. Wat je zeker weet is dat de euro steeds minder waard zal worden. En dat iets als goud, die heeft, die heeft dus daar geen last van. Dus de goudprijs. Ik heb er een uitzending over gehouden. Over de prijs van goud en de prijs van olie. Dat. de prijs van goud dat is enorm gestegen. En dat blijft ook alleen maar stijgen. En de reden dat de prijs van goud stijgt. komt omdat ze de hoeveelheid geld vermeerderen terwijl de hoeveelheid goud stabiel blijft. Ja, die neemt een beetje toe en er wordt goud gedolven... maar er is niet zoveel goud op deze wereld. Als je al het goud van deze wereld bij elkaar stapelt... en onder de Eiffeltoren legt... dan kom je niet eens tot aan de eerste verdieping van de Eiffeltoren. Zo weinig goud is er. En wat er jaarlijks bijkomt is niet zoveel... en de hoeveelheid geld wel. Dus het geld wordt verdund, zou je kunnen zeggen... En dat leidt dan tot inflatie. Dus het geld wat jij op, de, op je spaarrekening hebt staan, dat wordt om die reden steeds minder waard. Omdat er steeds meer geld wordt bijgedrukt. Dus de hoeveel het hoeveelheid geld die jij hebt, die stelt steeds minder voor, letterlijk. Dus de, dat wat het nou voorstelt, wordt steeds minder omdat je er steeds minder van kan kopen. En de inflatie hier in Nederland is over de afgelopen jaar, als je kijkt naar het product brood. Als we dat als graadmeter nemen, hè? wat kost een brood? Punt 1, een brood dat is iets dat hebben mensen elke dag nodig. En punt 2, ja, voor de productie van brood, ja, er zit echt van alles in. Er moet granen er er gekocht worden, maar het moet ook gebakken worden. Daar heb je dus gas of diesel voor nodig om die ovens te stoken. En er moeten arbeidsuren in, het moet getransporteerd worden, het moet verpakt worden en al die dingen. Dus het is een aardige graadmeter voor wat iets kost. En dat, als je kijkt naar de prijs van het brood, dan is de inflatie over de afgelopen dik tien jaar, afgelopen vijftien jaar ongeveer, is 7 procent. Dus dat betekent dat jij, als je 100 euro aan de bank geeft en je komt er maar een jaar later terug en je neemt het dan weer op. Dan is het nog maar 93 euro waard. Dus het is niet echt slim om geld op een spaarrekening te zetten. Snap je? Om die reden dus niet. Hè? Je kan het maar beter gelijk uitgeven. Maar dat kan ook weer niet, want je moet gedekt zijn voor een wasmachine of zo. Maar ik zou ook precies zoveel. Dekkingsgraad hebben. Dus je moet een risicoanalyse maken van wat kan me nou overkomen in mijn leven, wat kan er nou misgaan. En welke hoeveelheid geld zou ik dus per onmiddellijk over moeten beschikken? En die hoeveelheid geld moet je op je spaarrekening hebben. En ja, alles daarboven, wat je dus niet direct nodig hebt en wat je misschien wel verdiend hebt, dat zou ik beleggen in goud. Je kan ook zeggen, ja, je kan misschien beter beleggen in aandelen zou ik niet doen. Daar wordt zo mee gemarchandeerd, zo. Nee, dat zou ik niet doen. Maar goud lijkt me een hele stabiele. Je hoeft niet bang te zijn dat goud binnenkort minder waard wordt. Goud is heel lang, de hele 19e eeuw zo'n beetje. Heeft, uh, was er goud uh, ten opzichte van de dollar, uh, was het precies hetzelfde. <laughs> was er was helemaal geen inflatie. Uh, zoveel gram goud was één dollar en vice versa. En dat was altijd zo. Het stijgen van die goudprijs dat is pas begonnen met het mythe van de 20e eeuw. Met de Federal Reserve Bank en... Toen daarna dat, na de Tweede Wereldoorlog, die, hoe heet dat ook alweer? hebben ze zo'n meeting gehad, Bretting Woods. Toen hebben ze de dollar verheven tot wereldmunt. En toen in de jaren zeventig, toen had Nixon, die president van Amerika, die had geld nodig voor het financieren van de oorlog in Vietnam. En... Hij had geen, omdat de dollar toen nog uitgedrukt werd in goud. Hij had niet genoeg goud. En toen heeft hij de dollar niet langer gekoppeld aan goud. Dus toen kon hij dollars bij gaan drukken wat hij wilde. Omdat ze niet langer gedekt waren door goud. En wij hebben dat gewoon goed gevonden. En toen is die, die mafketel van een Nixon. Als een debiel heeft hij geld laten drukken en van al de gedrukte geld heeft hij soldaten de dood ingestuurd in een oorlog waar ze niks mee te maken hadden. Snap je? Dat is de wereld. Dus het is niet vrij, dat weet ik wel. Maar ik heb jou een aantal tips aan de hand gedaan om een lekker goedkoop te leven. vooral je Ja, denk, dingen als naar de markt gaan. En. en... Ja, kijk, ik heb nou zo'n dus een hele bak vlees gekocht. Ja, daar gaat natuurlijk de diepvries in. Is alles. Want ik ga morgen ga koken. Oh, trouwens, nog eventjes voordat ik afsluit. <laughs> ik heb ook bij die Turk heb ik twee kippenpoten gekocht. Dat kostte dus ook helemaal niks. Hè? Als je 10 kilo kippenpoten daar koopt, betaal je 11 euro. Ja. 10 kilo kippenpoten, 11 euro. Dat is dus 1,10 euro voor een kilo. Nou, wat ga ik nou doen met die kippenpoten? Die ga ik net zo behandelen als een recept wat ik gezien heb op internet... met eendenpoten. Dus ik ga die kippenpoten... Helemaal inzouten, dat zout ga ik er helemaal in masseren. Uh, ook met peper erbij, gemalen peper en zout. En dan goed veel hè? van allebei. En dan pak ik ze in in plastic zakjes, boterhammen zakies. Eigenlijk moet je daar van dat huishoudfolie voor nemen, maar dat heb ik even niet in huis. Van die plastic zakjes. En dan gaan ze de vriezer in. En dan laat ik je dus met zout en al in het vriesvak liggen. Net zolang dat ik zin heb om ze te gaan, te gaan opeten. En als je ze dan eruit haalt, dan gaan ze bij mij dus eerst ontdooien. Nou, en dan mag dat zout en dat peper, voor zover het nog op de kip zit, dat mag eraf. Eventueel kan je het afspoelen onder de kraan. Als je dat doet, moet je daarna die kippenpoot goed droog maken. Maar dat moet je zonder meer als die. Als dat zout, uh, dat, ja, dat heeft een onttrekkende werking van, van waterdingers. Dus, ja, het wordt zonder meer dan een kleffe boel. Uh, dus je moet die kip goed droog maken. En dan ga je ze uh, in de frituurolie gaar laten worden. Maar dan moet je die olie niet te heet maken. Die olie moet je houden op 95 à 100 graden Celsius. En dan mogen die poten echt heel lang erin. Rustig, misschien wel twee uur of zo. Ja, dat ga ik doen. Ik ben benieuwd hoe dat smaakt. Want het schijnt dat je daar heel erg lekker, mals, zacht kippenvlees van krijgt. Wat uh, helemaal van het bot afvalt. Ah, dat is toch lekker, man. Nou, ja, dan een sausje erbij. <tie> <tie> We hebben het dus over kip. Die als je daar 10 kilo van koopt, is het 1 euro nog wat voor een kilo. En heb jij een klein diepvriesje staan? Ik heb als een heel klein uh, koelkastje wel zo'n Eco 3 a apparaat. Maar uh, als je ergens ruimte hebt voor een vrieskistje, dan koop je toch een keer 10 kilo van die uh, springpoten. Wat maakt het uit? Ja, als je veganist bent, dan niet, maar. Huh? En als je vegetariër bent, dan vind ik je een zeurnuis. Je bent of veganist, of je eet vlees. Een vegetariër, dat vind ik uh, hobby-moralisten. Zoiets. Want ik ben vegetariër, want dan kan ik altijd zeggen dat ik vegetariër ben... en andere mensen aanspreken op een vleeseterij. Bij een veganist, dat is voor mij wat anders. Die eet zoals Adam en Eva aten. Dat is een Die hebben mijn diepe respect. Maar ik ben geen veganist. Word ik misschien wel op een dag, maar nu ben ik het niet. Dus ik heb nu andere dingen aan mijn kop. <laughs> en tegen jullie zeg ik: hartstikke rijk. Met een bankrekening van Issa Tokio. <laughs> Onder ik zo zuinig leef. Zeg ik op zijn hamburg: tjus. En dag, rijke stinkerts.